De boete die is er niet. Het gaat er ons om. Het gaat nu om dat de boeken gewoon terugkomen. Dat is dan 0113, dat is voor u makkelijk natuurlijk. En dan 5-6, 2-6, 2-6. En Wilma van der Bossen, het begint erop te lijken dat ik een soort icoon race doe hier in de ZB. Want ik heb Kees Davids gehad, Marine Vogel, Janneke. Ja. En Wilma van der Bossen, ja, hoe lang werk jij bij de ZB? Of sowieso bij de bibliotheek? Afgelopen november was het 31 jaar. Dat is dan ook heel lang, hè? En ja. Wij zijn nog even oud, toch? Of je schelde je uit? We worden 50, hè? Ja. Hoe is het met je? Ja, goed. Het is wel, ik moet zeggen, ik ben een van de weinigen die hier gewoon 32 uur per week komt. Ja. En ja, ik doe natuurlijk verschillende werkzaamheden. En net als de ledenadministratie ook. Als je dan mensen belt of ze kunnen je mailen en ze krijgen antwoorden, zijn ze gewoon zo blij. En dat zie je natuurlijk bij Kees ook met de boeken halen. Ja, mensen zijn gewoon gigantisch blij. Hey, maar wat is, jij hebt altijd een beetje verschillende functies gehad binnen het ja, ook ja. Binnen één ding. Maar ik begreep van iemand dat je zat ook altijd bij financiën, daar zit je nu niet meer. Nee, per 1 januari ben ik werk 2 keer 16 uur, dus 32 uur. Nou, dat zijn 2 dagen sinds ledenadministratie en die andere 2 dagen was op financiën. En dat is dan per 1 januari niet meer. En ik zit nu bij team collectiebeheer. Dus een stukje tijdschrift, een stukje magazijn. Ik doe nu heel veel met e-mailadressen die niet kloppen. Contact zoeken met de mensen telefonisch om te vragen wat het juiste e-mailadres is. Hebben we ook per brief gedaan en per mail. Omdat we gaan steeds meer digitaliseren. Ja. Dus niet meer per postrekening of aanmaningen versturen, maar digitaal. Dus dan moet alle e-mailadressen kloppen. Precies, dus je bent wel met heel veel administratieve taken. Maar als jij nu zegt een stukje tijdschriften, wat bedoel je dan precies? Wat is tijdschriften, dat? Wij hebben nog heel veel abonnementen in de bibliotheek. En die worden ontvangen, letterlijk. Van de post, nou die maak je open, pers ik je eraf en die ga je dan zeg maar in het systeem ontvangen. Want dat zijn allemaal abonnementen die al bestaan. Precies. Ik vertel het nu, ik ben vanochtend pas begonnen daarmee. Dus ja. Het is echt ja, maar normaal gesproken zeg maar, jij zorgt er ook voor dat de Donald Duck die binnenkomt bij de jeugd komt. Ja, en dat die bij de jeugd stickertje jeugd en dat het beveiligd worden. Ja. En dat ze ingelezen worden van we hebben nummer 3 van 2021 ontvangen en volgende week ontvangen we nummer 4. Ik denk wel altijd nog bij, als ik tijdschriften hoorde, denk ik had Ada van Andel, weet je die naam ja. nog? Dat was, ik ook nog, dat ja. was ja, echt, ja, ja. eeuwenlang was dat, ja, de tijdschriften gingen naar ADA. Ja. Ja, maar daar kan je dus jou nu tegenkomen. Ja, het grappige van dit bedrijf is natuurlijk dat je gewoon net ik overal bijna heb gezeten en van alles heb gedaan. Maar zo zijn er dus meerdere natuurlijk. Ja, dus, ja. Als ze groeien, ja, ik blijf gewoon ja, maar zo. Jij kent de organisatie ik wel heel goed. Ik ken heel veel. Ik heb natuurlijk zelfs de regio gereden met het busje. Ja. En dan kom je in, ja, en dan weet je gewoon van, oh, die mevrouw hoort bij Hulst, die meneer hoort bij Oostburg. Ja, en ja. Dan zie je een gezicht. En dan maar jij kent ook altijd alle collega's. Als bij alle feestjes was je erbij, bij alle sportevenementen. Je bent, ja. In die zin, nee, maar je bent een hele betrokken ja. collega, ja. toch? Ja, ja. Was vrij vroeg erbij, ja, dat klopt. Ja. Bibliotheeksportdagen en zo. En hoe ervaar je persoonlijk en in relatie tot je werk en zo, hoe ervaar jij die hele... Ik ben heel blij dat ik naar mijn werk kan, want dan heb je je regelmaat. Ik vind thuis ook heerlijk hoor, want ik ben graag thuis. Maar ik ben ineens creatief geworden de laatste jaren. En ik heb lampen gemaakt. Oh ja. Afgelopen maanden, weken. En ik heb er gewoon 21 verkocht. En dat is gewoon zo leuk. Dat zo enthousiast mensen lampen kopen. En dan gewoon eerst van restjes wat ik had. Maar nu zijn de bouwmarkten dicht. En nu heb je nog heel veel klusjes te doen. Maar ja, je kan niet een plakplintje van een laminaat via internet bestellen. Dus jij bent wel blij dat ze vanaf morgen weer afhalen mogen gaan doen? Daar ben je nee, wel blij mee. Nee, karwei is afhalen. Maar oh, dat is al. Online iets bestellen. Sommige dingen moet je live zien, hè. Kleuren, ja, ja, ja. Voelen. En dus ja, dat ligt, alles ligt stil. Dus ik vind het nu al heel saai. Ook. Ja, maar in de bibliotheek werkt dat dus wel. Want mensen hebben een boek, vaak bladeren ze er even. Maar nu, ik was net bij Kees beneden, 600 reserveringen staan er klaar. Dat is maandag nog erg. Ja, dat klopt. Ik kwam gelijk binnen met mijn collega en die opent dan. Ze zegt, oh, zegt ze zoveel. Ik zeg, ja, kijk, zo blij zijn de mensen. Zo zie ik het dan, hè. Ja, ja. En ik ben op dit moment een beetje gewoon ook, omdat ik hier ben, heel veel werkzaamheden, ja, kunnen gewoon niet, omdat het coronatijd is. Of collega's zitten thuis, of die moeten je helpen. Nou, ik ben overal inzetbaar. Ja. Ik geef de boeken aan de mensen. Ik haal ze uit de kast als het moet. Je bent gewoon allround? Ja, dat ja. vind ik gewoon heerlijk. Dat vind ik het leukste wat er is. Nou, volgens mij ben je best vrolijk. En, ja, dus, ik doe mijn best, maar ik ja. ben thuis vind ik het wel. We gaan vanavond ook voor het eerst de Zoom vergaderen van de Samba Club. Dus laten we daar ook eens even een keer... Ja, de Samba Club, dus waar, ja, dat heb ik je ook nog eens op de markt zien doen. Braziliaanse Samba, ja, klopt. Nou ja, je bent in ieder geval actief, je lacht nog. Ik vind het leuk je even weer te zien, dus Wilma, we gaan er gewoon doorheen, hè, deze maand. Ja, en tot we de volgende. We hebben elkaar nog jaren te zien, hè. Zo is dat. Top, goed zo, dank je.